start is gevallen. Paarden zijn onderweg en Bronco Boko is met afstand het snelste weg. Aan de buitenzijde gaan met een mee Rockabout en daarachter aan de relingzijde neemt plaats Secret Boy. Ze gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding in handen van Bronco Boko. Die lijkt niet van plan om hem af te staan. Rockabout kan er nu wel achter als hij dat zou willen. En Bakker wil dat wel. Die gaat inparkeren. Daarachter op plaats 3 volgt Secret Boy. Vierde plaats daarachter is voor de nummer 1 Quarter Session. Goed begonnen. En helemaal aan de buitenkant gaat nu door het derde spoor naar voren. Zeus Oldersson. Zeus Oldersson krijgt geen positie in het tweede spoor. Hij moet dus veel extra werk verzetten. En zo gaan de paarden de eerste 500 meter door. En krijgen we een nieuwe leider, want Secret Boy neemt de leiding over. Secret Boy, die leidt op de tweede plaats Bronco Boko en daarachter op de derde plaats Rockabout. Vierde plek aan de relingzijde is nu voor Amigo Butcher. Eerste paard aan de buitenkant voor Quarter Session. Daarachter volgt in het tweede spoor Scooby-Doo en aan de relingzijde daarachter is het Veltano Vambo. Daarachter Dex Speukenswijk en dan zijn we verder in de start van het veld beland. Alonso Meadow ligt daar ook. Ook Zeus Oldersson. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Rev Damour en achter Rev Damour is het... John Dekker in de koers en zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune. Langgerekt veld, tempo wordt gemaakt door Secret Boy. Eindelijk ligt hij weer eens aan de kop en Secret Boy gaat als eerste de laatste ronde in. Aan de buitenzijde komt nu Quarter Session dichterbij. Secret Boy, tweede plaats voor Bronco Boko, dan Quarter Session en daarachter aan de relingzijde volgt Rockabout. Dan Scooby-Doo en daarachter aan de relingzijde is het nummer 9. Nummer 9 van Amigo Butcher. Laatste plaats, die hadden we nog niet genoemd, maar dat is wel een van de favorieten. Zenyatta moet vanaf de allerlaatste plaats komen. En zo zijn de deelnemers voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Zenyatta gaat het proberen. Voor hem uit gaat Robin Bakker nu ook in de aanval. En zo zijn de paarden dan op weg naar de laatste bocht. Robin Bakker met Diamond. En die gaat heel hard naar voren aan de buitenzijde. Zenyatta gaat er nu achteraan. Diamond en Zenyatta door het derde spoor naar voren. Maar Secret Boy heeft nog altijd een voorsprongetje. Die wordt zelfs groter. Secret Boy pakt 2-3 lengte voorsprong. Naar het derde spoor gaat nu Scooby-Doo in de aanval. En zo gaan ze de laatste bocht door. En inmiddels is Secret Boy halverwege de laatste bocht. Diamond komt wel iets dichterbij aan de buitenzijde. Ook Zenyatta komt iets dichterbij. Maar ze hebben nog altijd heel veel werk verzetten. Want helemaal vooraan ligt nog altijd Secret Boy. Secret Boy is als eerste in de laatste rechte lijn. Heeft 2-3 lengte voorsprong. Het wordt ook niet minder dan 2-3 lengte. Aan de buitenzijde proberen ze het wel. Scooby-Doo gaat naar plaats 2. Zenyatta aan de buitenkant komt er heel hard aan. Maar het is Secret Boy die hem heel makkelijk gaat winnen. Secret Boy wordt de winnaar. Secret Boy, grote stappen aan de buitenkant van Zenyatta. Dat is nog net een tweede plaats misschien voor Scooby-Doo. En daarachter Dex Speukenswijk.